Goedemorgen allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is weer een nieuwe week, het is maandag. En ik ga gewoon weer vandaag naar school. Dus ik heb echt een vreselijke kleurencombinatie aan. Rood en blauw, maar ja, weet je, kan mij niet schelen. Ja, je moet door. Mijn doel was om 7 uur lekker op te staan, om lekker een hele uitgebreide ochtendroutine te doen. Maar het is 8:30 geworden. Goed. Nou, ik heb even lekker een appel. Nog even, dan kan ik het even eten. En er ging net alweer van alles mis. Want ik liet mijn oortjes weer vallen. Dan liet ik die camera weer vallen. En iedereen die liep langs. En die zei van, ook allemaal heel onhandig met die camera. Ja, het is eigenlijk wel zo. Nou ja. Wel net als mijn broek, zo rood die appel. Misschien is dat een teken. En mijn band is ook heel erg lek. Dus elk drempeltje doet zeer. Oh, wat heb ik zo'n hekwaardwoordje geraakt? Maar er komt er eigenlijk niet zo'n gek vrouwtje aanlopen in de skate, weet je wel. Toch niet in één avond, wanneer zijn we thuis? 8:30. En dan moet je voor dat leraar. Ja, nou sorry, maar dat vind ik toch raar. Want hij zei, ik had gelezen, 5 keer mag je die toets doen. Dus ik dacht, ja, dat kan ik hem makkelijk verkloten. Maar nee, dan zegt hij, nee, dat doen wij niet. Nou, dat wil ik wel. Als ik hem 5 keer, als ik recht heb, 5 keer opnieuw doen, maak ik daar gebruik van. Oh jongens, het is weer maandag. Nou, even herkennen de maandag. Ik ging echt zo'n stressloze dag, weet je wel. Ik ging er echt zo in van, ik heb een chill weekend gehad. Ik heb gewoon een chille week voor me. Maar nee hoor. Nee, de maandag herkennen we echt altijd aan stress. In de zin van, er komt weer van alles op je het af. Het was de eerste maandag. Morgen opeens een rekentoets. Nou, ik heb nog geen ding, terwijl dat eigenlijk pas heel ver nog was. We hebben er geen woord hij voor geleerd. Hij had dat helemaal niet gezegd. Hij zei... En ik heb ook Engels morgen. Oh, nee, Laura. Ja, maar daar moet je meer voor oefenen. Maar ik heb straks een tussenuur, dus dan ga ik... Ja, rekenen, tel niet mee. Ik ben met een 5,5. Meid, ik ben met een 3 al blij. Ik bedoel, het ik telt niet mee. Ik ga het misschien nog 1 keer overdoen wanneer ik wel heb geoefend. Ja, ik wil het wel overdoen. Ja. Nou ja, dus wij zijn lekker aan het plannen. We hebben nu even pauze en dan maar ja, we weer daar door. Ging onze... Onze pauze van 2,5 minuut, dus we kunnen alweer gaan. Ja jongens, ik ga helemaal stuk. 2 jaar geleden toen het coronavirus uitbrak. Toen moest ik, toen we weer na de lockdown naar school... Hi! Toen we na de school... Ja, tuurlijk. Na de corona lockdown, toen we weer naar school gingen, toen moest ik zo'n video maken voor de richtpijlen en het loopverkeer in de school, wegens het Omicron. Nee, Omicron was toen nog het was nog een Delta idee. Nee, het was de eerste corona. Nou ja, en in ieder geval, dat vond ik dus zo grappig, want ik zei de hele tijd, ja jongens, en hier a goes, en hier a droar. En toen, wat zei ik nou nog meer? Die trui. Hier heb je een pomp. Jij doet zo en je gaat pompen. En de namen staan op de tafel. Waar jij loopt je lokaal in. Adwar of Ago's. Bonjour. Gaat zitten op je plek waar jouw naam staat gegraveerd in één looprichtingsverkeer. En anderhalf meter afstand van het distance. Ja, keep the anderhalf distance. Nee, anderhalf. Maar dat is toch dat zou hier niet eens meer kunnen. Nee, die gang zelf is anderhalf meter. Nou, nog een heen. Oké, jongens, kijk, staat dus op dit moment boek in mijn hand, want mijn tas zit helemaal veel te vol. Ik ga nu, ik heb nu tussen, zij hebben economie, ja, dat heb ik helemaal niet. Dus ik ga nu maar iets leren of zo. Of iets doen. Ja, ik weet je, ik kan in ieder geval niet stilzitten. Ik moet echt wel wat dingen doen. Nu, vanaf nu, eigenlijk al die tussenuren die ik heb, moet ik eigenlijk gewoon opvullen met schooldingen. Nou ja, let's go. We gaan even werken. Maar in ieder geval, het wordt wel weer een drukke week, dus we moeten veel doen. En er gaat ook allemaal heel veel op. En toetsen en weet je wel. Dus het is echt even stressje, maar er even doorheen bijten. Maar er staan ook wel weer leuke dingen op de planning hoor, deze week jongens. Dus het wordt hartstikke gezellig en spannend allemaal. Ik neem jullie gewoon mee. En we zien het allemaal wel, hoe het schip strandt, toch? Laten we even gewoon bij 1 beginnen. Wat moeten we nu doen in deze 3 kwartier die ik nu heb? Nou, ik moet iets doen voor Engels. Ik moet even voor een campagne. Moet ik even iets editen? Dat moet ik ook echt doen. En ik moet eigenlijk een stukje les nog voorbereiden voor morgen. Dat zijn de 3 dingen die ik moet doen. En plassen. Dat is ook belangrijk. Dus ik ga nu eerst even naar het toilet. Ik heb zo'n stress. Ik zit met zoveel dingen zit ik weer in de knel.
jongens, oh. Oh, en ik moet zoveel plannen en er moet zoveel gebeuren. Weet je, je zit in 5 HAVO, dus je moet gewoon ontzettend veel dingen afronden. Voordat de examens beginnen, maar niet alleen natuurlijk school, maar ook natuurlijk alle andere dingen. En dan gaan we woensdag, gaan we opeens met de school naar een museum. Dat ik denk van, ja maar kind, ik moet nog allemaal opdrachten afmaken. Dus het is een beetje, het is gewoon afronden, maar juist dat is het heftigst. Dus ik zit maar gewoon nu een beetje te plannen en ik moest eigenlijk weer dingen doen. Nou, er is alweer een kwartier voorbij. Die tijd gaat ook zo snel. En ik moet eigenlijk ook gewoon echt de tweede tas meenemen. Ik zit nu gewoon met 1 tas. Daar moet van alles in, maar niks passen. Dus ik loop gewoon serieus met mijn boeken in mijn handen door de school. Omdat ik geen ruimte heb. Dus ik moet gewoon echt zorgen dat ik al die boeken in een aparte tas heb ofzo. Ik weet het niet. Oké, nou we zijn nu tot het einde gekomen van de tussenuur. Wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk Engels gelezen. Een boek. Nou, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb iets voor school gedaan en ik heb dan aan de campagne gewerkt. De samenwerking. Dus eigenlijk niet de lessen voorbereid, maar dat kan ik dan weer morgen doen. We ervaren weer stress. En de boeken zijn zoek. En alle boeken zijn zoek, jongens. Alle boeken zijn zoek. Hou op. En de deadline voor de PTA-cijfers, de school is al over een maand. Jezus. En we moeten een boek lezen. 3 boeken. Nog een chocolaatje voor de stress. Chocolaatje nummer 6 tegen de stress. Wordt hij opeens gesponsord door Kinderboeken? Nee, was het maar. Oh. En ik moet nog zo'n 700 bladzijden lezen. Door dat stomme boek van jou. Ja. 800 pages. 25 maart is echt niet haalbaar, jongens. Het is nu al 14 maart. Dus dat betekent. Nee, dat is niet haalbaar. Maar ze moeten 11 april. Doe je hand omhoog. Ja. Stress. Oeh! Nog een chocolaatje. Nou, Wouter, ik kan even niet meer nadenken. Vind je het heel erg? En ik kan er niet tegen dat de tijd zo snel gaat. Ik heb daar een beetje angst voor. Ik bedoel, wij hebben nu alweer 10 minuten verspeeld. Aan niks. Nee. Aan even een plek pakken. En er zijn allemaal weer vreemde mensen uit buitenlandse landen. Die... Ja, Laura zegt nu ook alweer 10 jaar later. Maar ik krijg stress. Want er zijn allemaal weer... Lift 1. Het duurde zo lang. Wacht, ik ga... We hebben een nieuw persoon in onze kleedkamer. Wij hebben een nieuw persoon in onze kleedkamer. Gaat op mijn plek zitten. Nou, wat is dat? Ja, maar dat vind ik niet erg. Vind ik zielig, want hij weet natuurlijk helemaal van niks. Dus ik zit wel, weet ik veel. En iemand uit... Ik wil zeggen Oekraïne, maar Kroatië. Nee, uit... ja, hij spreekt Nederlands gewoon. Hij is ook deels Nederlands, maar hij hij zit in de Vulcanova Academie. Maar die gaat op mijn plek zitten, precies mijne. Ja. En dat was hij eigenlijk. Weet je dat ik denk, waar is mijn plek? Maar laat maar gaan, dan ga ik op de grond zitten. Jongens, luister. Je bent weer veel te makkelijk. Ja, ik ben ook te makkelijk, maar ik ga toch niet zeggen tegen dat kreng, ga maar op in de douche zitten. Tuurlijk wel. Nee, niet in de douche zetten, maar je moet zeggen, joh, je moet een stoel pakken ergens. Ja, nee, dat krijg ik toch niet over mijn hart. Jawel. Ah, maar 1 week, ik geef hem 1 week, van maandag tot en met vrijdag. Ik ga jullie even 3 minuten extra pakken, want ik moet mijn fetus strikken. Jezus. Ja, dit boekt enorme vertraging. En ik kan niet veters strikken, dat kan ik ook niet eens. Dus ik heb enorme stress. Dit had eerder gekund, hè? Nee. Waar zijn nou weer die kaascroissants? Oh, lekker. Ja, dat ik wil een kaascroissant. Nou, ga eens even aan de kant. Je staat ongelooflijk in de weg. Nou. Weet je, ik leef op bladerdeeg. Ja, maar best wel. Ja. Nee, de hele godganse dag vreet ik van. Vreet ik van die chocoladebrood. Nou, het is echt afschuwelijk, maar er is niks in de supermarkt. Je hebt geen vers belegde broodjes. Nou, wij hadden de vorige keer van broodjes en een pak kaas. Ja, maar ik ga ook kijk uit een hond. Jij bent bang voor honden. Nou, het ene drama op het andere drama. Lift 1, 1. Nooit een keer rust. Het is altijd in die hele godganse dag gaat maar helemaal door en door. Jongens, wat een gezeik. Heb ik weer mijn verkeerde examenbundel van Frans. Terwijl ik gewoon Nederlands heb. Moet je weer helemaal terug naar je kluisje om je boeken te pakken weer. Wat een gezeik. Zo, en dan is het alweer 6 uur. Ik ben nu in de tram. En ik ga naar mijn oma toe, want ik moet dansen. En ja, ik heb een drukke dag achter de rug. Een beetje te druk. Bijna dat ik er van, nu even stap terug. Want ja, je bent toch goed. Bezig.
in alle... Ik weet niet of jullie dat ook herkennen hoor, of dat jullie ook best wel een dag hebben dat je denkt van oh, ik heb zoveel aan mijn hoofd. En dan ga je ook druk maken om de kleinste dingetjes, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar ja, in ieder geval deze dag tot zover overleefd. Goedemorgen. Nou, wat? Nee, dat klopt echt niet. Nou, dat was heel gek wat ik zei. Ik bedoel, goedenavond alweer jongens. Nou, ik ga weer lesgeven. Oh, jammer. Ik was Charlene filmen, maar allemaal bedekt. Nou, wat moet je hebben? Ja, ik ga niet meer plassen. Maar waarom heb jij wc-papier nodig? Wat is dat voor iets raars? Oh, omdat daar niks is. Ja, maar dit is ook maar een halve rol. Oh, dit is ook deze. Armoe. Oh, ellende. Iedereen zit daar ook aan dat papier. Ziek, hè? Volgens mij word ik ziek. Hoezo word jij nou weer ziek? Ja, ik voel niet bij jou. Of ik ben gewoon Hey, we zijn wat een aantal uren verder. Ik heb les gegeven. En ik ga nu lekker slapen. Ik ben kapot. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie heel graag morgen weer in een nieuwe vlog op Daily JC. Tot morgen.